Mogen we u voorstellen Leslie van Oosterbos. Overdag maakt ze mooie huwelijks- en geboortekaartjes. En 's avonds heet ze Les Eastwood, zoekt ze het ruigere werk op en zet ze tatoeages. Ik heb vooral veel vrouwelijke klanten. Misschien omdat ze me meer op hun gemak voelen of zo. Maar ik vind ook wel, en dat zeggen de meesten wel, dat ik veel fijner werk. Dat ik best wel fijn werk kan. En dat is ook een beetje hetgeen waar ik meer naartoe wil. En dat ik dat iets wil specialiseren. Dat ik dat ook het liefste doe. En ik heb zelfs een klant en die zei, ja, iemand had tegen mij gezegd van, dat is door een vrouw gezet. Ook omdat ze fijn was. En zo, ja, je ziet dat blijkbaar wel. Les of Leslie is een van de weinige vrouwelijke tatoeëerders in Antwerpen. Ik merk toch dat het nog vooral een mannenwereld is eigenlijk. Ik maak liefst eigen ontwerpen voor de mensen en daar zit ik dan ook bij niemand anders meer. Ik doe dat niet graag de ene na de andere en zeggen van oh, we hebben zoveel tijd en het moet gedaan zijn. Het moet relaxed blijven en het moet leuk blijven voor iedereen. En dat is eigenlijk een beetje de aanpak die ik wil. En ik denk als ik dat dan in hoofdberoep zou doen, dat ik dat niet meer zou kunnen. Omdat ik dan meer en meer klanten ga moeten doen op mijn dag. En echt met tijd ga zitten van, ik moet wel tatoeëren nu.